Good morning. You gonna wake up, baby girl. Wake up. Oh, dan mogen we even lekker wakker te worden, meisje. Oh. Ja, mag ik het lampje aanzetten? Even wakker worden, hè. Mijn lampje aan doen? Kom ik zo bij je kijken, hè. Ik pak er wel aan. Good morning. Good morning. Even je zus kijken, kom ik je zo helpen aankleden. Oké? Okay? Je zo helpen hoor. Even wakker worden. De mobiele eenheid zit klaar. Rocky is een berichtje naar haar vader aan het typen met allemaal emojis. En Lowen heeft dat net gedaan en die is nu naar zijn oma aan het appen op zijn telefoon. Jij ook. En als hij dat gedaan is, dan gaat hij eten. Maar Lowen had het beloofd dat hij nog een berichtje stuurde, dat hij gisteren niet meer gedaan, want het was iPad leeg. Dus ja. Ochtend shenanigans. Zo, ik ben nu in de parkeergarage, want ik ben net klaar met werken. En ik heb voor vanmiddag de zwemles voor Brugge inhaalles aangevraagd. Dus dan moeten we van 5 uur zijn. Dus ik dacht, het is nu 3 uur. Of nee, het is eigenlijk al 4. Maar ik kreeg een berichtje dat mijn brillen klaar waren. Dus ik ga ze toch maar even ophalen. Want anders moet ik eerst naar huis met de kinderen. En dan kan ik naar de zwemles toe. Ik kan ook ze gewoon het laten ophalen bij de gastouder. En dan even mijn bril ondertussen ophalen. Dan heb ik die ook maar vast binnen. Dus ik hoop dat ze ook alle drie al klaar zijn. Want uw zonne, tussen aanhalingstekens, is klaar. Zonnebril. Dus... we shall see. Maar als het zo is, dan heb je Hina en Marilisa met een bril. Daar gaat om het geld. Zo duur. Nou, de shit zit er al hoor. Dus één van de twee brillen. Ik heb er nog eentje en dan nog een zonnebril. Dat is ook zo gebeurd. Maar ik moet er wel echt weer even aan wennen. Ik had eerst een hele tijd dat ik ze... Ik had ze toen vorige week maandag een paar keer geprobeerd. En toen liep ik naar buiten, voelde ik me echt naar. En nu voel ik me echt dat ik echt... Dat iedereen kan zien van, oh, wat heb jij nou op je hoofd? Dat idee. Maar goed, ik ga hem gewoon ophouden. Ze zei, ik kan wel een paar dagen een beetje mistig zijn. Zodat ik een beetje denk van, oh, hè. Dan moet ik bijvoorbeeld een misstapje maken of dat soort dingetjes. Zodat het heel veilig is in de auto. Weet ik niet, maar we gaan het zien. We gaan het ervaren. We kunnen het weer zien. Dus nou ja. Oh my goodness. Nou, ik zal straks die andere laten zien. Ik ga eerst even om de puntjes. En die andere is wat vierkant. En ik heb dan nog een zonnebril. Nu kan. Dat is ook heel anders dan ik had verwacht. Want er zit natuurlijk in één keer donker glaas in. Maar goed, wel op sterkte. Dat is misschien wel handig. Oké, om de kindjes. Maar weet je wel zeker dat je niet deze wil kleuren? Want dit moet altijd dus. Zo, jij kan worden. Dit mag ook nog allemaal doorheen. Dat is toch ook helemaal. Zo, jij kan echt goed doen. Nee, die zijn toch groot? Wat groot voor dit? Lichtgroen. Lichtgroen. Die heb ik ook. Als je dat wel wil, die heb ik ook straks nog verloren. Nou, die heb je goed. Baby.
baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I saw much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Laat hem eens zien. Wauw, welke pet is die? Oh, dat had je gehoopt, hè? Yeah, high five. Goed gedaan, Moppie. Ik vind het nog even zo laten zien. Dit is bril nummer 1. Dit is echt de bril waarvan ik dacht, dan ga ik hem het meeste dragen. Dit is bril nummer 2. Dus die is iets anders. Meer glittertjes, is dat opvallender. En dit is mijn zonnebril. Hij is wel echt mega groot, maar wel op sterkte. En ik kon het niet zien, want je kiest hem uit als hij nog transparante glazen heeft. Maar ik vind hem wel, kijk, ik denk wel dat het een mooi zonnebrilletje is. Dus al met al ben ik heel erg blij. En ondertussen heeft Brooke ook al zwemles gehad. En ze heeft zowaar bandje 5 gekregen. Want ze ging super goed, ze had het voor de tussen doen. Dus ook daar zijn we helemaal trots op. Ik lig lekker op bed, Pascal die komt zo terug van turnen. Ik ben aan het editen. Dinsdag, nee, dinsdag gaaf zou ik zeggen. Echt maandagavond zien aan de kunst. Dus. Zo, dus ondertussen alweer dinsdagavond. Kinderen zijn lekker. Maar ik kom op het iPad kijken. Die gaan zo nog heel even met de vader facetimen. Ik ben met mijn werk met mijn cliënt even naar de Action geweest. Ik heb een microvezel handdoek extra gehaald. Plastic bestek. Want met het kerstavondmaaltje in aantal met 4 kinderen. En ik denk, nou, met mijn plastic borden en mijn plastic bekers en mijn plastic kommetjes hebben ze allemaal plastic als mee kunnen nemen. Veel beter. Ik heb ook kerstboekjes gevonden om te doen. En ja, ik ging eigenlijk voor een verhuisdeken van Boris. Ik denk, ik heb gisteren ook naar de Action geweest. Was ik ook, want had ik geen verhuisdeken van Boris meegenomen. En dat hoorde ik vanochtend van Pascal dat ik nodig had. Voor morgen. Maar het is handig geworden. Ik kon geen verhuisdeken vinden of een ander gewoon dekentje. En ik denk, nou, ik neem die maar extra mee. Alle beetjes helpen. Ik heb ook een risotto opgehaald bij de supermarkt, even net voordat ik de kinderen ging ophalen. Dus we kunnen lekker een risotto gaan eten. Ja, kinderen zijn nu lekker. Brooke zit met een ijsblok op haar hoofd. Van, ze moest plassen toen we thuis kwamen en ik was jas aan het ophangen en zij ging haar jas op. En op het moment dat zij jas ging, ik ga nu plassen. Ze dus schoot ze voor me langs en ik dacht eigenlijk dat ze wel weg als ik doe een stap naar voren om mijn jas op te hangen. En terwijl ik een stap doe met mijn knie. Tikkie te zijn, zei ik van de hoofd was een bukte blijkbaar nog. Dat is een beetje waarom, maar goed. Ja? Gaat het weer een beetje met je hoofdje? Het is toch altijd zo moeilijk? Het is toch nee, zo heel veel pijn. Michael, sta recht. 1, 2. Poor kid. Nee, de rest, geen nieuws op de horizon. Anders had, nou ja, tot op 2 minuten geleden mijn kinderen heel druk waren. Dat zei ze als de gastouder van, nou, ze waren lekker in hun energie vandaag. En ze kwamen op de tuin en zei van, ja, we gaan fietsen. Het is donker buiten, we moeten fietsen buiten. Dus ze liepen dus wel al naar buiten, toen Boris ook naar buiten kwam. Die schoot gelijk achter hun aan. Dus je kon wel elkaar zo natrekken. Maar goed, hè. Ze hebben altijd wel eens wat. Goedemorgen en welkom bij deze woensdagmorgen. Ik moest gewoon even, denk ik wel grappig vandaag. De hele week al een beetje off. Ik moet echt mijn haar ook weer wassen. Ik heb het maandag gewassen. Maar ik ben helemaal meer. Ik zit het vandaag weer gemeten, maar goed. No one cares. Het is nu, alles even een uur. Ik ben mijn koffie gezet. Ik ben gewoon moe vandaag. Gisteren op een of andere manier laat op bed. Niet lekker gaan slapen. Pascal moest naar de compostering toe. Dus die was al om 6:50 weg. En dan kwam ik om 6:30 en ik dacht, oh, dat ga ik er nu uit. Dan kan ik nog een hele dag zeggen. Het is wel iets te worden. Dus dacht ik, fuck dat. Ik blijf gewoon even liggen. Maar goed, ik ben er nu uit. En ik heb ook dus al gezien dat mijn moeder het kerstmenu heeft doorgestuurd. Dus daar kan ik er ook mee aan de slag. Ik denk wel dat ik echt nog moet gaan plannen. En ik dacht van, oh, dan haal ik het. Want eigenlijk moet ik natuurlijk ook een beetje vers halen. Ik denk, oh, dan haal ik het volgende week donderdag met de boodschap. Want kerst is dan de week erop. En misschien heb ik dat ook wel net. Maar die week, volgende week, hebben we ook Fleur en Mees. En Logan en Brooke de week. Eigenlijk hebben we Logan en Brooke pas vanaf woensdag, maar Fleur meestal vanaf maandag. Of misschien zelfs zondagavond. It's gonna be hectic. Dus even bedenken hoe of wat.
En eigenlijk moest er de volgende week zijn, moet ik ook wel zorgen dat ik van het weekend de kerstcadeautjes binnen heb. Want het kan natuurlijk niet op het moment dat ze er zijn. Dan wordt het allemaal erg krap, maar gezien flup als om 8:30 of zo naar bed gaat. Nee, 8:00, dat wordt een beetje dag. Dus ik voel me in één keer zo'n druk van, moet nu allemaal geregeld worden voor over 2 weken. Dus ik denk dat ik me daar vandaag even op ga focussen. Samen met mijn werk natuurlijk. Ik heb een berichtje gekregen. Oh, ik moet nog een kerstkaart versturen. Want ik kreeg iemand terug van wat is je adres, en dan kan ik een kerstkaart versturen. Dus ja, dat is tot zover mijn woensdag. Ik heb vandaag werk. Logan en Brooke die gaan naar school en daarna naar de gastouder. We hebben gelukkig geen sport. Dit moet echt een keertje in de schuur gaan vandaag, overdag. Meestal mag hij iets in bed blijven, want eerder ik weg ben. En Pascal weer terug, eerst voor zijn lunch. Dan heeft hij maar 1,5-2 uur in de bench gezeten. Dus dat gaat dan ook wel. Dan gaat hij smiddags nog een paar uur in de bench en dan ben ik alweer thuis. En nu is Pascal dan pas weer om 5:45 of zo. En ik ga om iets over 9 weg. Dus ja, je moet vandaag in de schuur daar. Dus ik ga nog even mezelf opwarmen. Het is vandaag ook echt niet warm buiten en hij is in de schuur geen verwarming. Het is wel gewoon geïsoleerd, hoe zeg je dat? Het is wel gewoon muren en hij heeft daar een klikje en een bedje en een binnen- en een buitenhoek. Dus kijk hoe warm het vandaag wordt voor dat ventje. Oh, het is vandaag 8 graden. Kan je lekker buiten springen, jongen. Morgen is mama heel de dag thuis, of niet gewoon gelukkig vanmiddag. Dus ja, vandaag is het hopelijk een wat meer rustige dag. Het was gisteren eigenlijk ook op zich zouden dus moeten zijn, omdat we geen sport of wat dan ook hadden. Maar we hadden tot wat later moeten werken en met Jannie en ik moest het eten doen. En na het eten kreeg ik een visite en moest ik in de tijd op bed liggen. Dus ik had niet het gevoel dat ik het heel rustig aan kon. Hopelijk kan het vandaag beter. Ik zit vast. What is this? Goedemorgen. Hi. Wij zaten hier te kleuren samen. Met een kleurpas, wauw. Met Mario. En met je oude iPad, dat zie ik nog. Ja. Oh. Dit gebruik ik als reserve. Kijk, hier zit bij mij iPad met de hele televisie-laptop over. Dan ga ik straks op die uit, hè. S'nachts? Nee, je hebt de boel over tijdjes. Als je gebeurt op je iPad. Oké, gaan we eens even aankleden. Anders zijn we straks te laat voor school. Zet je iPad maar even uit. Nou, aardig vroeg hoor. Niet een minuutje. You okay? Good morning, Brooke. Ik ben aan het doen, zo eens. Ik heb eigenlijk helemaal de camera niet meer opgepakt, maar ik heb nog de boodschappen gedaan. Daar ben ik eigenlijk de volledige ochtend mee bezig geweest. En een beetje opruimen hier en daar. En het is nu tijd om de kinderen op te halen. Ik moet nu weg en dan gaan we gelijk door naar de kapper. Want Logan heeft echt desperately een haircut nodig. Die houden echt te gaan over zijn oren heen groeien en krijgt bovenop nieuwe krullend. En Brooke die wil even kijken of ze die glittergel die ze vorige keer in haar haar gedaan hebben nog hebben. Want dan kan ik die misschien kopen voor de kerst. Dat vind ik op zich wel leuk. En that's about it. Ik was niet van plan heel veel meer geld uit te geven in de stad. Aangezien vanochtend de boodschappen bijna 2 keer zo duur waren als normaal. En het is nog Fleur mee volgende week ook bij ons zijn. Dus ik heb even over het. Maar goed, ik breng broodjes mee. En een pakje drinken. Want na school is altijd honger en dorst. Zo denk je dat gegeten moet. Let it go. En ik neem zelf ook drinken mee. Ik heb vandaag niet gedronken, dus dat moet wel. And that's about it. Even een kleine update. Tot straks. Logan heeft zijn haircut al gehad. Niet dat jullie dat al gezien hebben. Maar de glitter die ik wilde hebben, die hadden ze gewoon bij de Action zitten. Dus dat is denk ik deze. Het is 1,50 euro of zo. En ze hadden hem ook nog in het zilver. Dus dat hebben we gehaald met extra elastiekjes. En per request van mijn kindjes popcorn. Want we wilden heel erg graag nu een film gaan kijken. Het is nog maar 4 uur. We zijn al terug. En toen dacht ik, dat vind ik op zich geen verkeerd idee. Want ik ben dit jaar begonnen met het vertellen dat, nou ja, hoewel de kerstman natuurlijk bestaat, komt hij niet in het huis meer. Nee, kerst vieren wij de geboorte van Jezus en daarom krijg ik cadeautjes, maar de kerstman, nee, die komt hier niet, die komt bij andere families. Dus, nou, dat gaat nog niet zo heel goed, maar nou krijg ik hele moeilijke vragen van lopen van wie is Jezus dan en hoe werkt het dan? En het is eigenlijk omdat we... Ik ben wel christelijk opgevoed en ik vind dat mijn kinderen dat moeten zijn. Maar tegelijkertijd zijn we nooit naar kerk geweest of bidden we ook niet aan tafel of wat dan ook. Dus
I understand the confusion. Even kijken, we vouwen hem open. We gaan hem gewoon naar de toe. Dus ik dacht, dus de sterren op Netflix. En dat schijnt echt wel het allereerste verhaal zijn. In animaties, die heb ik nu opgezet. Dus ik ga even hier spullen van school erin proppen. En ga ik nog zelf met hun de kerstfilm kijken. En dan hopelijk begrijpen ze iets beter wat het kerstverhaal is. En hoe het precies in elkaar zit. En misschien dat er ook een beetje uitgelegd. Wie Jezus dan ook precies van betekent. Want geloof ik, heel oud wordt hij dan als ze zijn verjaardag vieren. Na is toen geboren. Mijn vader is niet zo dat hij doodgaat en opstaat. En wat ik. Ik ben niet een beetje diep. Dit is veel te lastig. Om gelijk uit te leggen waarom hij zo'n belangrijke persoon is. Dus misschien dat het met het verhaal beter lukt. En dat ze het dan beter begrijpen. Ja. Even opruimen. En dan ga ik lekker op mijn gemakje. Bij de kinderen zitten. Baby, this year. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long to hold. Dit is het grapje. En het heertje hoort er een beetje bij. En ik heb nog een dromedaris. Kijk, een eventje. Maria Jurek hier. Kijk, en hier de koe en de drie wijzen. En de standen staat erachter. En hier nog elfje. En hier nog de ster. Is het een elfje of een elf? Een engeltje. Ja, natuurlijk een engeltje. Nou, en hier zo nog een kerstboompje. En hier zo nog. Ik heb vandaag niet zo heel veel gefilmd, maar het is omdat ik zelf niet zo mooi ouder ben. Ik heb kerstpakket opgeruimd. Puk is bij de nichtje bezig spelen en Logan die is nog net naar school. Ze zijn naar de vrattendochter geweest. Hoe krijg jij het toch ook? En ze willen nu heel graag knutselen. Wat gaan we knutselen? Dit. Wat is dat? Het kerstmannenhuisje. Logan is ook een beetje gekouwen. Maar ik krijg alleen niet open. Hoe krijg Burk dat dan? Nou ja, we gaan het even kijken. Dus dat gaan we doen. Terwijl ik ben nog bezig met kerstkaarten. Die moeten nog gemaakt worden. Computer met greets. En dit zijn ook kerstornamentjes die ze zelf kunnen knutselen. Voor mij? Allemaal verschillende. Nee. Allemaal verschillende. En ze mogen er een paar gebruiken. Nou, ik ben benieuwd of dat dit zo gaat. Good afternoon. Het is 2:00. Ik heb tot 12:30 gewerkt. En ben ik naar huis gegaan met het soepje op. Pascal was nog eventjes met zijn zus, mijn schoonzus. En die zijn nu ook allebei weer met hun eigen werk spelen tot ze komen moest. Dus een spitmachine maken. Want die moest echt nog spitten, maar het moest eerst gemaakt worden. Want het werd helemaal gek van het geluid van de uitlaat. En dan wacht ik niet meer uitlaat. Zoiets. Dus ja, ik ga nu een beetje chillen. Ik ga een beetje opruimen. Ik ga mijn was doen. Dit doe ik ook 100 keer per dag. Want ik heb het gevoel dat mijn huid reageert op het feit dat er nu wat op mijn neus staat. En dat het daardoor heel erg vet is. Het is iedere keer op zich. Hij zit gewoon goed, maar hij glijdt wel iedere keer lager. Ik geloof niet dat het echt te maken heeft met die afzet. Maar goed, we gaan het zien. Anywho, vandaag is het gewoon lekker een relaxed dagje. Niet zijn bij mijn vader. Dus ik wil wel een beetje opruimen. Want als het goed is, komen we meestal op morgenavond of maandagmiddag. En wil ik eigenlijk gewoon spikkerspannen hebben voor de komende 10 dagen. Niet dat het gaat met zoveel kinderen in huis, maar zoveel mogelijk in ieder geval bij zijn met mijn was en dat soort dingen. Dat ik zeker weet dat ik me daar geen zorgen over te maken als hier 4 kinderen wil hebben. Dus dat is een beetje het plan van vandaag. Eerst even editen. Want ik heb tot nu toe loop ik 1 dag achter met mijn video's. Maar goed, ik geloof niet dat het heel erg veel uitmaakt. Dus het gaat om dat je iedere dag post. Van iedere dag post. Dus nou, hè, maak er onze eigen regels toe. Welkom bij deze regenachtige zondag. Het is echt aan het regenen. Het was echt nog wel lekker weer, maar nu is het echt. Ik zit hier dus in de auto. Ik zit eigenlijk heel druk in de auto. Want het is nu 2:50. En ik mag bij de volgende keer om 3:15 zijn. Ja. Dus ik heb nog eventjes. En ik sta eigenlijk al voor de deur. Dat was wel heel mooi. Ik had een dienst van 7 tot 12. Dan hebben ze van de week gehad dat ik dan tot 4:30 wilde werken. Dat ik dacht, zo lang. Maar uiteindelijk valt het echt wel reuze mee. Want ik was om 11:45, 12:30 op kantoor. En ik moest om 14:30 bij de volgende wezen. Een uur lang gewoon lekker kunnen chillen. Je kletsen. De collega's bleven ook allemaal plakken. Was gezellig. En nou, van 13:30 tot nu heb ik er een stuk door kunnen werken. En nu moet ik heel even wachten. En dan ben ik bij die cliënt in 10 minuten waarschijnlijk klaar. Maar dan is het om 15:30 wel terug op kantoor. En dan is het wel even. Want dan ben ik alleen. En dan ben ik eigenlijk alleen nog maar aanwezig voor als er een alarm komt. Een uur lang. Dus
ik heb al bedacht, ik kan wel op YouTube kijken. En ik kan alvast de sleutels voor vanavond voor de mensen klaarleggen. En kijken welke openstaande diensten er nog zijn en die invullen. Maar ja, ik moet wel blijven. Want ik kan, ja, ik mag wel naar huis. Oh, het schuift. Ik mag wel naar huis, maar op het moment dat een alarm belt, moet ik wel binnen zoveel, ik geloof binnen een kwartier daar staan. Dat ga ik gewoon niet redden. Dus better see here. Dus ik ga nog even wachten kwart over. 3. Super exciting wijf. Pascal apps modderen. Wat doe jij? Ik vind het inderdaad modderen. Dus ja, ik ga hem even terug appen. En dan kijken we wel wat de dag ons nog gaat brengen. Hoe een beetje net als de dag. Beetje, ja, hier een zonnetje. Maar eigenlijk op de dag mee gewoon benieuwd van ons werk. Het is wel echt vet veel dat je op zondag gewoon zo'n lange dag maakt. Tink, tink, tink. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.